Ajax en Egon timmeren de laatste jaren flink aan de weg in het Verre Oosten. Dit jaar deed Jong Ajax mee aan het Sevens toernooi in Hongkong. En nog belangrijker, de samenwerking tussen Ajax en de Chinese voetbalbond werd verstevigd. Trainers als Robin Pronk en Casimir Westerveld gaven in 2009 clinics en trainingen aan China onder 17. Vorig jaar werd Ajax de officiële partner van de jeugdopleiding van de Chinese bond. Het nieuwste hoofdstuk is de uitnodiging aan Jan Olderik-Rink om het Chinese A-elftal te begeleiden als technisch adviseur. Het hoofdopleidingen van Ajax staat daarbij bondscoach Gao Hongbo bij in de voorbereiding van China naar de Asian Cup volgende maand januari. De stad Dongguan, nabij Hongkong in het subtropische zuiden van het land, bereidt de selectie zich voor met Jan Olderik-Rink aan hun zijde. De training van het Chinese elftal mocht door niemand gefilmd worden. Fotograferen was wel toegestaan. Het is een beetje voortgekomen uit de 5 dagen dat ik hier al ben geweest met de samenwerking met de jeugdcoaches. En op basis daarvan hebben ze me eigenlijk teruggevraagd. En, ik moet zeggen dat het een hele leuke en leerzame week is geweest tot nu toe. Waaruit bestaat jouw rol? Nou ja, een technisch adviseur die moet advies geven. Dus ik ben eigenlijk overal bij betrokken. Dus bij wedstrijdvoorbereidingen, bij nabesprekingen, bij trainingsvoorbesprekingen. Dus zeg maar gewoon eigenlijk de rol van assistent, maar dan niet zo dominant op het veld, maar meer eromheen. Okay, it's very professional. First, he give a lot of advice to our head coach, and all the coaches and the players respect him. And I think his contribution is enormous. Wat voor een indruk maakt de Chinese selectie op jou? Nou ja, het leuke is, je kent natuurlijk de competitie niet zo en je kent het type speler niet zo. Maar ik ben in een aantal andere landen geweest. Ik ben in de Oekraïne geweest, Portugal geweest, België geweest. En als ik dat moet vergelijken, dan vind ik dat eigenlijk de Chinese speler en de manier waarop ze, de kwaliteiten die ze hebben, bijna nog het dichtst bij onze manier van spelen liggen. Ja, en dan heb ik het al over de balsnelheid, of spelers moeten in beweging zijn, of de bal moet in beweging zijn, of zeg maar de controle over de bal. En dat zijn toch wel basisvaardigheden wat ik zeer opvallend vind, dat zij dat zo goed onder de knie hebben. Dat komt vaak terug in positiespelletjes, wat vaak van een hoog niveau is, in kleine ruimte. China is op vele gebieden een grootmacht. Op het gebied van voetbal lopen ze achter. Die achterstand zouden ze graag in willen halen. Ja, kijk, basketbal is op dit moment eigenlijk de hoofdsport in China. Maar voetbal zit daar heel erg dicht achteraan. China is natuurlijk een land met 1,5 miljard inwoners. En dat is nogal wat om allemaal in één organisatie en binnen één visie te krijgen. En ik denk dat dat de uitdaging voor het land wordt om daar aan te gaan werken. Want dat hier enorm veel potentie is aan spelers, dat is mij wel duidelijk. Hoe zie jij de samenwerking tussen Ajax en China voor de toekomst? Ja, dat is. Kijk, we zijn daarmee begonnen nu. Dit zijn wat eerste initiatieven. De jeugdploeg die is geweest. Het ligt natuurlijk aan datgene wat wij eruit krijgen als Ajax zijnde. Ja, dus stel je voor dat er straks wel een speler op proef komt en die sluit heel dicht aan bij het eerste elftal. Nou, dan zou het natuurlijk voor onze reden kunnen zijn om dat echt nog serieuzer aan te pakken. Ja, en vanuit de kant van de Chinese bond zal het voornamelijk gaan om know-how. Datgene wat wij hebben in onze jeugdopleiding. Waar gewoon zowel in mensen als in organisatie heel veel kwaliteit zit. Ja, om daar de goede dingen uit te halen. Deze week speelt China nog een oefenwedstrijd tegen Macedonië. Volgende maand begint het grote werk tijdens de Asian Cup. Jan Olderik-Rink en Ajax zullen de verrichtingen van China met extra belangstelling volgen.